Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 11 mei. Het is opnieuw een zomerse dag geworden vandaag, met temperaturen op veel plaatsen boven de 25 graden. Wel zijn er stapelwolken ontstaan en lokaal kan er vanmiddag en vanavond een enkele onweersbui vallen. Op het model is dat ook goed te zien. Vanochtend is er niets aan de hand, maar dan in de loop van de middag zien we buienontwikkeling, met name eerst in het oosten en geleidelijk ook elders in het land. In de loop van de avond verdwijnen de meeste buien, en vannacht en morgen overdag dan blijft het eigenlijk overal droog. Er is een kleine kans dat er morgenmiddag in Limburg een enkele bui gaat vallen. Het morgen dus ook gewoon weer een mooie dag. Vanavond blijft de temperatuur nog lang boven de 20 graden. Lokaal valt dus die enkele onweersbui, verder zijn de brede opklaringen. De wind die waait uit het oosten en is overwegend matig. Vannacht gaat die wind wat toenemen en wordt matig tot vrij krachtig. De temperaturen blijven vannacht erg hoog, 13 tot 14 graden. Maar het blijft dus wel overal droog. En morgen overdag ook wel een vrijwel droge dag, met temperaturen die oplopen naar zo'n 22 tot misschien wel 25 graden in het oosten. Er staat wel meer wind, een Noordoostenwind, die matig tot krachtig is. Zoals gezegd, misschien dat er in Limburg een enkele bui gaat vallen. En dan de dagen erna. Het gaat geleidelijk aan wel veranderen. Vrijdag dan temperaturen tussen de 20 en de 22 graden. In het noordwesten van het land blijft het een stuk frisser. 15 tot 18 graden daar. En dat komt omdat de wind naar het noorden gaat draaien. Dan komt de wind over zee. En die is een stuk kouder, die lucht die vanaf zee komt. Dat gaan we ook in het weekende merken. Want vrijdag is het dan weliswaar nog droog met flinke zonnige periode. In het weekend is dat niet meer het geval. Zowel op zaterdag als op zondag vallen er diverse buien. Tussen de buien door is er ook nog wel ruimte voor de zon. Het is erg fris met maxima van 11 tot 13 graden. En de stevige noordwestenwind die er staat, die maakt het nog eens extra koud. Tweede pinkse dag ook nog een wisselvallige dag. Daarna gaat langzaam de temperatuur geleidelijk aan weer omhoog. En wordt het weerbeeld ook wat rustiger. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne dag.